Nou, eigenlijk zou ik vandaag. Kijk eens, lekker eten. Ja. Zou ik vandaag lekker met Loretta een mooie tweede dag weer presenteren voor koffietijd. Maar ja, dat zit er nu niet in. We zijn thuis aan het werk met z'n allen. Onze redactie die spit alle archieven uit naar prachtige uitzendingen waar we jullie mee willen verwennen. Ja, en ook mijn kat Snoefie. Die krijgt wat extra aandacht deze keer. Wij blijven jullie in ieder geval verrassen met leuke online tips, dingen die gebeuren, waar mensen mee bezig zijn, filmpjes. Ik wil in ieder geval meegeven aan iedereen: wees gewoon ja, lief voor elkaar en probeer elkaar daar waar mogelijk te helpen. Nou, in ieder geval dus hier vanaf mijn bank. Hartelijk welkom allemaal. Zo gaat het dan nu wel eventjes. Hoi Lorette, hoi Quint, hoi lief team, hallo lieve kijkers. Fijn dat jullie allemaal in ieder geval er toch wel weer zijn ook deze dag. Ik heb een kopje koffie al klaar. Patrick zal gewoonlijk bij ons zijn om nu entertainment nieuws te geven. Dat gaat hij de hele week lekker doen online. Dus hij komt met een to-watch lijstje. Hoe fijn is dat? Krijg je allemaal mooie tips waar je weer wat aan hebt. We zien ook op Facebook dat heel veel mensen weer tijd hebben om andere activiteiten te doen waar ze anders niet naartoe komen. Een klusje in huis of even schoonmaken of toch nog een nieuw spelletje leren. Dat wil ik ook met de kinderen doen. Leuk nieuw spel doen. Kijken of ik die pubers daartoe krijg. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie aan het doen zijn. Dus laat me dat eventjes weten hier in de comments of stuur een leuke foto waar je mee bezig bent. En vandaag gaan we in ieder geval kijken samen naar een mooie uitzending van Koffietijd waarin Albert Verlinde te gast is. Hij heeft toen verteld over de prachtige Disney-film Frozen 2, waar ik naartoe mocht met mijn lieve collega Eline in Londen. En daar hebben wij de makers gesproken. Dus dat is ook heel erg leuk om naar te kijken. En Alex Klaassen was de gast. Die sprak over showponies. Nou, ik krijg bijna geen tijd meer om deze koffie te drinken, zeg. Het is ongelooflijk. Ga lekker kijken om 10 uur. RTL 4, koffietijd. En iedere dag hier online. Allemaal mooie, leuke dingen voor jullie. En iedere dag ook 1:15 een introductie van ons. Hey, heb een fijne dag en een lekkere koffie. Ciao!